Derde verdieping. Hier ben ik opgegroeid en ja, waar we nu staan, ja, dit was eigenlijk mijn veldje eigenlijk, waar ik bijna elke ochtend heb gespeeld, elke dag bijna tot laat in de avond. Ik was zelfs bijna niet thuis. De familie zei tegen mijn moeder, neem de kinderen mee, red je van de situatie hier. En zo is het eigenlijk gebeurd. We hebben de laatste bus eigenlijk genomen uit hier om uit Bosnië te vluchten eigenlijk. En, ik was jong, ik was 7, mijn zusje was 5. Maar mijn moeder, wat die allemaal heeft meegemaakt, alleen. Kijk, ik heb geluk gehad dat ik goed ben terechtgekomen. Maar ja, er zijn zoveel mensen die niet goed zijn terechtgekomen. We zijn in Zevenaar terechtgekomen en vanaf daar werd je overgebracht naar opvangcentrums. En opvangcentra, eerst waren we in Dronten en toen ben je daar ook gebleven. Totdat je een A-status kunt krijgen, moest je naar een asielzoekcentrum gaan. En toen zijn we naar Roermond gegaan. En vanuit Roermond, ja, toen zijn we richting Alkmaar gegaan. En toen ben ik daar begonnen met mijn carrière eigenlijk. Hier ga je die kelder in, hier ook. Ja, daar moest je ook gaan schuilen en zo. Dus ja, mensen hebben altijd voor de wacht gezet hier. Dus ja, je moest je eigenlijk altijd legitimeren. Want ja, in die tijd was het zo gevaarlijk. Dus ja, je wist niet wie hier allemaal woonde. Dus, dit is mijn moeder. Dit is mijn moeder. Hi. Sadeta, ze praat Nederlands, dus ik kan ze wat vragen, dan... Dit is mijn oma en... Hallo. Hier was het mijn beste tijd eigenlijk, mijn beste tijd aan oma. Dit is mijn eerste shirt, ja, hier. Ik denk dat dit op WK was, onder 20, met een Nederlands elftal. In Nederland was die WK. Het was echt een concurrentiestrijd om bij Nederlands elftal te komen. Maar ja, toen heb ik met mijn familie gesproken en... Zij vonden het leuk omdat zij vanaf hier komen dat ik voor de Bosnische elftal zou spelen. En zo ben ik in Bosnië beland. En ik heb nu denk ik meer dan 40 in het land gespeeld voor Bosnië. En we zijn geplaatst op WK, dus ik denk dat ik wel een goede keuze heb gemaakt. Ik ben geboren in Bosnië en ik ben in Sarajevo geboren. U hebt gezien waar ik ben opgegroeid, waar ik heb gespeeld. En ja, dat vergeet je niet zomaar. Kijk, hier zijn naam Vedat Mujkanović. Dat was echt mijn beste vriend hier. Ik heb samen met hem gevoetbald. Ik weet niet hoe lang, elke ochtend bijna. Dus we waren elke keer samen. Dus ja, en dan, dus we zaten op school en een granaat die verdwaalt en die komt direct in de school. En ja, lerares en 3 kinderen. Dus ja, dan heb je dat ook niet in de hand. Zoals zo vaak is gebeurd in Bosnië, bedoel ik. Dat tijdens oorlog, dat je gewoon thuis zit en dat een granaat verdwaalt. Het is echt, je moet echt geluk hebben. En, sommigen redden het, sommigen redden het niet. En, je hebt dat niet onder controle. En, dus ja, het is... Dus ja, zo zie je het. Hè. Život je prilično težak. Puno ima stanovništva nezaposlenog, fabrike su uništene, tako da nije sjajno. O, kak ste, dobro vidite.
Kijk, dit is het grootste voetballer hè, hier in de buurt. Hè, dit, hè. Met mijn oom gevoetbald samen, hè, deze meneer. Hvala. Za mene lično, kao i što svi govore, znači to je istorijski ovaj uspjeh naše zemlje koja je mala, koja je preživjela, da ne pričam, sad svi znaju šta je preživjela. Tako da nam ovo dođe kao neka nagrada, znači ovi momci su nas obradovali. Hebben jullie nou en ook jij het idee straks op het WK? Wij zijn de ambassadeurs van het nieuwe Bosnië. De situatie in Bosnië is niet echt goed. Door dit voetbal dat wij hebben bereikt, deze kwalificatie, hebben we zoveel bij mensen glimlach weer op hun gezicht gebracht. Ik denk dat het meest positieve ding is. Dat de mensen weer kunnen lachen, dat de mensen weer, ook al is het voor een klein beetje, dat ze toch een beetje iets trots kunnen zijn op iets. Want er is zoveel gebeurd hier in dit land. Ja.